Maurie Stijn was gesignaleerd, hè? Ja. Nou, wist je dat? Ja. In Watering, in Scrumpy Pub. Ja. Bij mij om de hoek. Maar met Jan de Jong. Ja, met de directeur van Feyenoord. Slordig om de dag na Feyenoord of PEC Zwolle Feyenoord daar met de trainer van VVV. We zijn gewoon goede bekenden van elkaar. Ik begreep van Jan dat Maurice Stijn was blijven slapen na die wedstrijd tegen ADO. Ja. En dat ze gewoon even af hadden gesproken. Hij zegt, ik ga er niet in een tent zitten als ik echt iets met hem wil bespreken. Nee, maar jij denkt... daarom. Nee. Ik heb ook even gebeld. Maar het ging om FC Robbenstein of zo. Een stichting die laten allemaal kinderwensen met betrekking tot voetbal uitkomen. Dus er waren twee gesigneerde shirtjes van Feyenoord, kwam die brengen. Ja. Dus, maar ze zullen ongetwijfeld... Hij is niet bij Jan de Jong blijven slapen trouwens, hoor. Maurice Stijn niet gewoon in Den Haag. Ja. Maar ze zullen ongetwijfeld wel ergens over gesproken hebben. Want, ja, ze zullen wel ergens over gesproken hebben. Want vorig jaar was hij natuurlijk eigenlijk kandidaat om naast Van Bronckhorst, jullie hadden het vrijdag nog over. Hij was degene die dan dat harde, dat strenge, dat niets ontziende moest brengen in plaats van Landsaat. Ja. Alleen zij kwamen er financieel niet uit. Ja, hoe kom je het idee Landsaat en Van Bronckhorst? Ja. Twee ideale schoonzonen die heel rustig en netjes zich gedragen. Ja. Nou ja, dat past totaal niet bij elkaar. Nee, dus ik denk dat Stijn daar wel bij had gepast, ja. Maar ik denk niet dat hij nu nog naast Van Bronckhorst. Maar René zei Dick Advocaat nog even een paar jaartjes. Ja, zou dat een goede... Nee, wie zei dat? Jan is nogal bevriend met Dick Advocaat. Ja. Maar ik denk dat Dick Advocaat als overgangsfase... Ja. Maar nogmaals, ik vind het geen enkel argument... dat hebben ze om Van Bronckhorst weg te sturen... Kijk, er wordt nu een soort hetze gevoerd omdat hij PEC Zwolle verliest. Maar kijk nou eens naar de technisch directeuren. Ik ben niet helemaal objectief, dat weet ik, want ik vind die man... Houd dit vast dan, dus gaat goed, man. We gaan na de reclame, dan gaan we het over Feyenoord. Ja? Ik ben... even één ding. Ik ben niet de nieuwe Hans Janssen. Oh, oké, je mag dan nog even... Ga dan maar even door. We hebben nog tijd. Okay. Kijk, want bij PSV zorgt de technisch directeur voor een goede selectie. Bij Ajax... hebben ze een jongetje uit de provincie tot toptrainer gebombardeerd... omdat ze door het salarisplafond gegaan zijn. En die jongen is helemaal geen toptrainer... maar die heeft de beste spelers van Nederland. Maar bij Feyenoord moet je zich behelpen met allemaal miskopen. Er zijn wat spelers binnengehaald die het bij Feyenoord niet gehaald hebben. Dat is een kapitaalsvernietiging. Zal ik er nog een oudje van stal halen waar een paardenhik van krijgt? Een paardenhik van krijgt, ja, zeker weten. En daarom het feit dat hij nu wat wedstrijden verliest... Daar is Van Geel ook in een hoge mate debet aan, hoor. Ja. Maar die blijft veilig, weet je wel, die zie je niet. Die komt pas weer als er wat gewonnen is. Als Van Bronckhorst vertrekt, moet Van Geel ook vertrekken. Dat vind ik wel, want hij heeft zich altijd moeten behelpen... met de aankopen van Van Geel. En als je die op een rijtje zet... nou, dan zitten er meer miskopen bij dan jongens die het goed gedaan hebben. Terwijl Tapia bij Willem II overigens uitstekend speelde. Ja. Maar goed, bij Willem II heb je het ook over. Tegen NAC had niet heel veel gezien dit weekend. Maar ik begreep dat Feyenoord best wel door wil eigenlijk met Van Bronckhorst. Dat weet jij nu wel. Ja, maar dat staat er morgen in de krant of niet? Nee, het staat er niet in de krant. Hier alle primeurs zijn voor Vrouwen Geen Zijn natuurlijk. Mooi man. Ja. Maar dat ze best wel met hem door willen. Ook al als het signaal naar die vrienden van Feyenoord. He, want op het moment dat Van Bronckhorst daar wegstapt... of ze sturen hem daarna, dan kan iemand... hij heeft een aflopend contract dan... dan zeggen die gasten van, ja, zie je, wij bepalen hier wie de hoofdtrainer wordt... of de trainer wel of niet blijft. Mm-hmm. Dus Jan de Jong en consorten, die willen best dat Gio blijft. En zo slecht heeft hij natuurlijk helemaal niet gedaan. Nou is het onverstandig om met de vrienden van Feyenoord ruzie te maken. Want niet... Je moet nooit ruzie met je vrienden maken, toch? Nee, maar niet de man die nu directeur van de KNVB is... heeft de financiële problemen bij Feyenoord opgelost. Ja. Die heeft het geld van die vrienden gehad. Hè? Die hebben de club gered. Hè? Maar ja, die gasten ook. Natuurlijk zijn die mensen hebben veel clubliefde. Maar Feyenoord wilde bijvoorbeeld extra aflossen. Nou, dat kan niet. Want dat staat ook in het contract. Je mag maar zoveel aflossen. Maar Feyenoord wil wel meer aflossen. Ja, dan zijn ze hun macht kwijt. Ja, dan zijn ze hun macht kwijt. En de rentepercentage ligt veel hoger dan... Het zijn net mensen. Ja. Vond u dit een leuk filmpje? Wilt u er meer zien? Abonneer u dan op ons YouTube-kanaal Veronica Insight.